Op de laatste zondag van september organiseerde de IJsclub Zoeterwoude tussen de regenbuien door voor de 12e keer de Groene Hart en Wandelloop. Ja, het was hartstikke lekker weer eigenlijk. Af en toe een druppie, maar daar heb je eigenlijk geen last van als je loopt. En een lekker temperatuurtje. Lieselotte van den Berg kwam ook dit jaar als snelste vrouw over de finish. De wind vond ik niet leuk. Ik vond ook vanochtend toen ik opstond, dacht ik, oh nee, wat een regen. Ik wil dit niet. Maar een klein beetje dus slim gelopen door achter Sander te lopen op de Ommedijkse weg. En een beetje daar uit de wind kunnen lopen. Sander deed dat ook expres. Dus ja, we hebben elkaar een beetje lekker gebruikt daarin. Nou, vorig jaar haalden ze me niet in. Toen liep ze voor me en toen kon ik er niet bij komen. En dit jaar kon ik er wel bij komen. En met een klein eindsprintje toch nog even er voorbij. Maar we hebben elkaar wel lekker kunnen helpen onderweg. Het was een geweldige wind. Bijna zo de sloot ingewijd. Maar nu was het goed lopen. Ik heb in ieder geval één keer eerder hier gelopen. Toen had ik de 6 gelopen. Dus dat was mij de eerste keer de 11. En mooi parcours hier. En mooi het Groene Hart. Dus gewoon leuk wedstrijdje. De deelnemers onder de 16 jaar waren gegarandeerd van een eerste plaats. Ze waren de enige deelnemers. Bij de volwassenen eindigde Jessica Luiten als eerste op de 6,5 kilometer. Karim Alders was de snelste man op deze afstand. Alle winnaars ontvingen een pakket met lokale producten. Was het toch spannend of het door zou gaan? We hebben er niet zoveel over gedacht. Het enige criteria is natuurlijk onweer. En dat is natuurlijk een gevaarlijk ding, maar de rest, nee. Gewoon doorgaan. En we zijn geen mietjes. En nou, volgend jaar nog iets extra's? Volgend jaar bestaat de IJsclub 125 jaar. En daar hebben we al een beetje brainstormen. En we weten nog niet wat leuks. Als je iemand leuke ideeën hebt, meld het ons. Dan kunnen we daar misschien wat mee doen.